De scholen zijn weer begonnen. Na 6 weken in vakantie gaan de kinderen vandaag weer voor het eerst naar school. Voor de kinderen van de Rutgerschool extra speciaal, want zij mochten samen met wethouder Rien Nachtegaal de spandoekreclame van Veilig Verkeer Nederland aftrappen. In de praktijk, dus van het dagelijkse leven, gebeuren de eerste 3 maanden van een schooljaar gebeuren de meeste ongelukken met school. Dus dat betekent dat al de aandacht er nog niet helemaal is. Mensen gewoon niet opletten. Even 6 weken lang geen kinderen, hè, dus even die drukte niet. Dus die eerste 3 maanden zijn echt heel belangrijk. Dus zo'n actie, die hele land hangt vol met spandoeken, is er ook echt op gericht om mensen alert te maken. Van let op, dan lopen weer kwetsbare burgers op straat. En die letten niet altijd even goed op. De kinderen kunnen de schoolbanken weer in. De een vindt dat wat leuker dan de ander. Weet de wethouder nog hoe hij zijn eerste schooldagen beleefde? Ja, goeie vraag. Fenomenaal natuurlijk. Wat dat betreft is er volgens mij helemaal niks veranderd. Je gaat naar school en dan... Ja, het is indrukwekkend natuurlijk.